Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Hij is leeg. Oh, 2 februari. Was het gisteren 1? Nee, het was gisteren 2, denk ik. Dus vandaag 3. Sorry, ik weet het even niet. Maar het is wel vrijdag in ieder geval. De eerste vrijdag van februari. Hebben jullie de... Oh, ik weet het wel, het volgende week is 11. Het is 4. Holy shit. Hoe kan dat nou? Dat was snel. In ieder geval. Zoals je ziet heb ik mijn haar nog niet uitgeborsteld. Maar ik voel me een heel klein beetje vocht. Ik heb het gisteravond laat gewassen. En toen heb ik het een beetje droog geveut. Omdat ik dacht, ja, ik ga niet hier op de bank zitten totdat het droog is. Daar heb ik geen zin in. Maar misschien was het toch nog niet helemaal droog genoeg. Dus ik laat het nog heel even hangen. Ik ga vanavond lekker bij mijn omaatje eten. Maar ik sta vandaag niet op de planning om te rijden. Want mijn oom is ook in Nederland. Mijn oom woont in Spanje. En die is de komende week in Nederland. Ik vind het kort, maar hij is een weekje. En dat is in ieder geval fijn. En die gaat rijden nu. Maar ik zei ja. Toen zei ze: Kom je dan geen pizza eten? Ik zeg: Natuurlijk kom ik wel pizza eten. Doe eens niet zo raar. Dat betekent dat ik vandaag overdag wat meer tijd heb. En dat is fijn, want de afgelopen week heb ik mezelf weer heel vol gepland. Dus, conclusie: ik had bijna geen tijd voor de poesjes. En die heb ik vanochtend wel. Dus ik ga uitgebreid ontbijtje maken. Ik sta ook echt met 3 poezen tegelijk te knuffelen nu. En dan blijf ik nog even lekker in mijn chill outfit ook gewoon. Why not? Deze trui heeft een bijpassende broek. En op een of andere manier, als je dan een matching. Nou, hoe noemen we dit? Een jogger set of zo. Hoe noemde je dat nou vroeger? Trainingspak. Dat woord zocht ik. Ineens voelt het helemaal gesteld gewoon. Het voelt alsof je een beetje je best hebt gedaan. Terwijl, niets is minder waar. Je hebt gewoon letterlijk de meest chille outfit die je in je kast hebt hangen aangetrokken. Maar ja, ik weet niet. Ik zou zo de straat op gaan. Nou, er zijn er weinig dingen waar ik niet de straat op. Maar sokken in mijn pantoffels. Ik zou het wel doen, maar ik zou wel voelen dat het eigenlijk niet kan. Oh. Ik neem even mijn haarsnoepjes. Ik ben alweer aan een nieuw potje begonnen. Wat betekent dat ik ook weet dat ik nu een maand lang het haarserum gebruik. Nee, het wimperserum gebruik. En ik kan jou vertellen, ik heb het gevoel dat ik het zie. Maar ik zal het straks met make-up op even laten zien. Want dan kun je het beter zien dan nu natuurlijk. Ik kan eigenlijk net zo goed niet laten zien wat ik eet. Want jullie weten het toch al. Ik heb ze nu ook nog eens ouderwets dubbel geklapt als bammetjes. Ja, dat leek me helemaal mooi. Dat hoppatee. Zo je mik in. Ja, ik heb er goed van genieten. Dit is de outfit van vandaag geworden. Dit is het rode shirtje van de H&M die ik in de sale heb gekocht in Arnhem. En dit is de broek van Lovies die ik op Vinted heb gescoord. Uiteraard niet met mijn pantoffels. Maar dat doe ik gewoon nog even schoenen onderaan. Dat worden gewoon sneakertjes. Ik heb weer een vol programma. Ik ga nu voor mijn oma richting Tamminga. En dan richting het Gelag. Wijn ophalen. En dan ga ik daar pizza eten. Mijn moeder is daar ook. We gaan wat spelletjes doen. En dan daarna ga ik naar het feest om even bij te vullen voor morgen. Morgen hebben we de allerlaatste avond op de oude locatie. En daar ga ik echt heel hard van genieten. En daarna is de uitreiking van de knockouts. Dat heb ik volgens mij wel eens verteld. Dat zijn dan teams die doen mee aan een takeover. En degene die het drukste heeft, die wint de prijs. En vanavond is de prijsuitreiking. En we zijn met z'n allen uitgenodigd voor iedereen die niet aan het werk is om gezellig langs te komen en een drankje te doen. Dus ja, ik dacht, ik wil wel een beetje een leuke outfit. Want dat drankje doen kan zo ook nog maar eens eindigen in een avondje stappen. En ik vind dit leuk. Dus ik ben blij. Schoenen. En dan ben ik er eigenlijk wel klaar voor. Dus ik denk dat ik ga. Dan. Ja, want ik moet natuurlijk nog het halve land door Shays om spullen op te halen. Ik mis mijn eigen autootje dus echt heel erg. Ik bedoel, ja, leuk zo'n cabrio, maar. Niet met dit weer. En ik ben zo onwijs gewend aan mijn eigen auto. Ik merk echt. Ik heb ook echt al 3 keer gehad dat ik dan naar buiten liep. En dat ik dan. Ik heb het hier een keer gehad. Dat ik hier de eerste keer dat ik dacht: Waar is mijn auto? Want mijn auto is natuurlijk rood. Net zo rood als mijn shirt. Dus die zie je gelijk. Dus ik dacht: Holy shit, mijn auto is er niet. En toen dacht ik: Oh ja. En toen daarna had ik het bij het zwembad. Liep ik bij het zwembad naar buiten. Zit ik ook naar rood te zoeken, zie ik het niet. Dacht ik: Hij is gestolen. Mijn auto is gestolen.
En dan had ik bij Hidde en Suze ook nog gisteren. Dat ik weer, dit zit zo in je mind, dat je dan denkt, rood, 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 waarom zie ik geen rood, waar is rood? En dan heb ik al een soort van blinde paniek, terwijl ik helemaal niet met een rode auto ben. Maar ik had het er wel over nog gisteren met Suze, dat ik zei, ik wil echt graag een nieuwe kopen. En eerst dacht ik wacht totdat ik de APK weer door ben, maar mijn APK is pas in mei. Dus dacht ik, wat zou het? En ik wil hem eigenlijk toch, denk ik, inruilen. Dus ik denk dat ik gewoon nu al ga zoeken. De buurvrouw kwam buiten de donut ook nog een pakketje langs brengen. Want ik heb op bol.com deze stylingborstel besteld. Dit is dus een varkensharenborstel die heel dicht op elkaar zit. Met, kan ik dit er gewoon aftrekken? Sloop ik hem dan gelijk. Ben niet sterk genoeg ook. Jammer weer. Wat een afgang. Ik vind dat ik wel sterk genoeg ben. Nou ja, in ieder geval, je kan het al zien. Hij heeft aan het einde een punt. En ik doe dus heel vaak mijn halve haar omhoog. En dan kun je dus met deze de perfecte scheiding maken. En daarna met deze kant, omdat die haren zo dicht op elkaar zitten, alle gaten wegborstelen. En hij pakt de babyharen dus ook beter. Ik zag iemand dit doen en toen dacht ik, deze heb ik dus echt nodig in mijn leven. Hout. Ik heb nu de neiging om erin te bijten. Ja, dan staat dat hij van hout is. Varkensharen, hout en een nummer 3. Nou, ik weet niet wat dat betekent. Maar ik moest best wel zoeken, want ik was al zeg maar in heel veel winkels geweest. En uiteindelijk heb ik hem dus pas online gevonden. Maar ik ben er wel blij mee. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Mocht je het interessant vinden. Maar als je af en toe je haar of strak naar achter doet of zo, dan zijn dit echt ideale borstels. Nog meer papier! Ik heb altijd zoveel papier in dit huis. Zoals jullie weten betekent vrijdag niet alleen spelletjes, maar betekent vrijdag ook pizza! En dit keer met Ella Marion. Ella Marion's Kitchen. Ja, maar je hebt de pizza niet gemaakt. Nee, dus dat mag ik niet zeggen. Ik heb weer de vegetariaan en die zit mijn partij vol. Ja, wat is er hier dan quattro stagioni aan? Jij hebt 4 kazen. Nee. Jawel. Quattro stagioni, dus ik heb, maar ik moet toch veel meer hebben. Wat heb ik nou meer dan jij? Alleen salami. Ja, maar jij hebt ook 4 kazen. Dat is quattro stagioni, toch? Nee, quattro formaggi. Oh ja. Wat is, nou, dan weet ik het niet. Dan moet je even op het lijstje kijken. En Omi heeft pollo. 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 Dus daar gaan we even goed van genieten. Oh nee, pollo is Spaans. En pollo is Italiaans. Ik heb wel olijven, dat vind ik jammer. En dan... Nou, het zijn allemaal kleine stukjes, dus het wordt vrij lastig. Dan heb ik goede bodem voor vanavond, weet je. Mam, daar ga je. Helemaal naar de kloten. Lappen ga je dan, hè? Lappen? Ik ga lappen. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de avond brengt. Wat Quattro formaggi. Quattro stagioni. Ik sta, ik en ook nog speciaal. Nou, met mijn goede gedrag. Speciaal aan het, hoor. Nou, hij is toch lekker? Ja, wel. Nou dan. Nothing on the hint. Maar hij is 2 euro duurder dan die van jou. En het enige wat er extra op zit is salami. Ik ga dat zo voor jou controleren, want ik geloof dat niet. Ik geloof dat niet. Ik ben weer even thuis. Hi! En dat is voornamelijk omdat op een of andere manier de video die ik dus vandaag 81%. Maar hoezo? Misschien moet ik hem gewoon even nog een keer uploaden. Ik had hem dus helemaal klaargezet. En ik dacht, nou ja, normaal gesproken heb ik echt nooit problemen met YouTube. Maar nu doet hij het gewoon niet. Oh, nu gaat hij het afmaken. Hè? Maar waarom dan? Nou ja, in ieder geval, de video was dus niet online en ik kon het... Wat ben ik donker. Vanaf mijn oma niet oplossen. En toen dacht ik, nee, ik ga niet nu naar huis om het op te lossen. Maar nu doet hij het. 84%. Hoe laat is het? Ik moet wel echt over 6 minuten gaan lopen. Ja, hij is nu aan het afmaken. Dus het gaat goed komen. En ik ga even mijn camera thuis brengen, dacht ik. Want die heb ik niet nodig. En dat is nogal een gevaarlijke omgeving natuurlijk. Om mijn camera mee naartoe te nemen. Toch mijn vaders auto weer mee, want dat was toch weer handiger. Nou ja, best. Hé, hey, poesjes, liggen jullie op het bed? Ik wilde nog iets halen. Ik dacht, als ik dan toch thuis ben, dan kan ik dit nog even doen.
Nou ja, ik weet niet meer. Ik ga in ieder geval bij deze gewoon afscheid van jullie nemen. Dat ga ik doen. Dan hoef ik, als ik vannacht thuis kom, daar niet meer aan te denken. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.